Nou, kijk maar hoe mooi het is. Dit wil je gewoon niet vervuilen met plastic. Ik heb hier bij de opgang een snackbar. Op een warme zomerdag hier ligt het hele strand helemaal vol. Heel veel van onze producten worden meegenomen ook naar het strand. De kans is groot dat mijn frietbakje in de natuur terechtkomt. Want wat niet in de prullenbak komt, ligt eigenlijk gelijk midden in een beschermd natuurgebied. Ik heb in Australië bijvoorbeeld ook echt tussen het plastic gedoken. Nou ja, hier wil je dat gewoon voorkomen. De suikerrietbakjes waarvoor ik gekozen heb, ja, dat heb ik eigenlijk gedaan omdat die composteerbaar zijn. En als ze dan in de natuur terechtkomen, dan leek mij dat ze binnen een x aantal weken weg zijn. Ja, ik vraag me eigenlijk af of dat echt waar is en of het echt zoveel beter is dan plastic. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker patatje? Ja, het is lekker. Ja? Hey, en ik zie dat ze in hele goede bakjes zitten ook. Ja, dat is waar. Dat is echt... Daar hebben we aan gedacht, hè? Ja. Het is beter dan dat plastic wat ze maar teweeg brengen. En dit kan je gewoon eigenlijk als je straks uitgevist bent? Je kan het laten gaan en het verteert vanzelf. Ja. Dus je gooit het straks de zee in? Nee, we gooien het niet de zee in. Het gaat in de prullenbak daar. Want ja. Je neemt alles mee, zeg maar. Ja, maar als je het zou laten liggen... Dan verteert het. Dan verteert het. Ja, het is toch beter, hè, dat er aan gedacht is. Ja. Prettige dag nog, hè? Hetzelfde, hè? Doei. Een frietje op het strand in een biologisch afbreekbaar bakje. Is dit de oplossing voor ons plasticprobleem? Iedere dag gooien we een enorme hoeveelheid plastic weg. Een deel hiervan komt in de zee terecht. En dat zorgt voor een gigantische vervuiling. Hallo. Hi. Hey, goeiedag. Brandon, ik sprak net een visser. Ja? En die zat beneden lekker een patatje te eten van jou aan het strand. Oké. Okay. En die zei, ja, dat zijn toch goede bakjes, want... Eigenlijk, ja, als je hier in de natuur zou gooien, dan zouden ze gewoon composteren. Ja, ja, dat zeggen ze wel. Dat zeggen ze wel, ja. Wat voor bakjes heb je allemaal? Ik heb zelf bakjes van rietsuiker. Ja. Dat zijn deze. Dus die zijn niet van plastic? Dit is allemaal rietsuikerpulp gemaakt. En dan is het gecoat met een coating aan de binnenkant om het waterafstoten te maken. Ja, dus dit is voor de burger. Burger, dit is voor de frikandel. En ik zie, er staat allemaal op 100% composteerbaar. Ja, maar je betaalt er natuurlijk wel voor. Ja, wat kost dit dan vergeleken bij een gewoon bakje? Het is zeker weten drie keer zo duur. En deze zijn 5 keer zo duur, de hamburgerbakjes. Die hamburgerbakjes? Ja. Oké, okay. Ja. Dus dat is echt een investering in het milieu. Ja. Ja. En ga je er dan ook vanuit dat het gecomposteerd wordt? Ja, het staat wel 100% composteerbaar in. Dus ja. het moet 100% composteerbaar zijn. Mag ik ze meenemen? Neem ze mee. Dan ga ik ze onderzoeken. Zeker weten. De snackbakjes van Brandon zijn dus 100% composteerbaar. Beter voor het milieu, omdat ze met het groente, fruit en tuinafval tot compost gemaakt kunnen worden. Ik doe een oproep en krijg tientallen andere composteerbare producten opgestuurd. Ook. Deze bekertjes, onze eigen bekertjes, de verpakking van het vlees, de poepzakjes, deze rietjes en zelfs ook deze prachtige poncho's. Allemaal producten die gemaakt zijn van een biologische grondstof, zoals suikerriet, mais, tarwe of aardappelen. Kees eet uitsluitend biologisch. Dat vindt hij niet meer dan logisch. Hij kwam dan ook met het idee om ons biovlees in biobakjes te stoppen. En dat idee wilden we niet weggooien. Wat een bak, hè? Wat een bak, hè? In deze reclame wordt nog eens benadrukt hoe duurzaam dit soort producten is. Afval dat vergaat tot compost. Ik zie dat jullie een biologisch afbreekbare wegwerpponcho verkopen. Jazeker, jazeker. Ja. En wat betekent dat dan, biologisch afbreekbaar? Gewoon wat beter voor het milieu. Na verloop van tijd dan is hij er niet meer. Wauw. Zeg, mijn vrouw die kwam thuis met een fles shampoo. En het is echt iets fantastisch. Namelijk the tree in the bottle. Wat je kunt doen is, als hij helemaal leeg is, kun je gewoon met fles en al in de tuin of in het park of waar dan ook planten. Dus en ik stop hem in de grond. En dan groeit er een boom uit. En die fles, waar is die fles dan intussen? Die lost op. Ja. Ah, dus hij kan gewoon bij het GFT. Ja, omdat hij ook echt van plantaardig materiaal gemaakt is. Die poncho zelf, die vergaat gewoon na verloop van tijd vanzelf in de natuur. Precies, ja. De fles lost op en er komt een boom uit. En dan groeit de boom uit en ze geeft iets terug aan de natuur. Dat zouden we eigenlijk met alles moeten doen. Dus als ik hem nou gewoon in de berm gooi, dan vergaat hij op een gegeven moment ook. Ja, kijk,
ik weet niet hoe lang dat precies zal duren, maar in principe, ja, vergaat dat. Dat klinkt geweldig. Maar ik besluit toch maar een deskundige in te schakelen. Klopt het wat deze fabrikanten tegen mij zeggen? Hey, jammer. Hi, Tijn. Dit is dus allemaal composteerbaar. Dan wou ik dus eigenlijk aan jou vragen, Jammer. Bijvoorbeeld een shampoofles. En het mooie is dat ze zeggen, steek hem in de grond. Er zitten ook nog wat korrels in. En dan composteert het en groeit er een boom uit. Ja, dat lijkt me buitengewoon sterk. Dit is zo dik materiaal. Ja. Voordat schimmels en bacteriën dit afgebroken hebben, ben je jaren verder. Dan deze. Dit is natuurlijk zo hard en zo dik. Ja. Dat vergaat vanzelf nooit. Nooit? Nee. Ik zie hier al dat briefje. Ja. Dit is gemaakt van PLA, polymelkzuur. Wat is dat? Ja, dat is gewoon plastic. Oh, dus, maar dan betekent dat 0% plastic is dan gewoon... Ja, dat is een leugen. Dat is een leugen. Oké, dus ook als iets niet gemaakt is van aardolie, kan je het plastic noemen? Zeker. Je hebt plastics die gemaakt zijn van aardolie en je hebt plastics die gemaakt zijn van plantaardig materiaal, zogenaamde biobased plastics. Ja, bioplastic. Ja. Ga ik door naar een heel belangrijk bekertje. Want dit is namelijk het bekertje dat wij bij de KRO NCRV gebruiken. Ja. En daar staat op 100% composteerbaar. Ja, ik vermoed ook... Kijk, die bekertjes die kunnen nooit van helemaal papier zijn, want dan loopt de koffie of de thee er gewoon doorheen. Dus daar zit altijd een dunne plastic coating in om hem waterdicht te maken. Ja. En in dit geval vermoedelijk ook van PLA. Ja, dat vergaat niet onder natuurlijke omstandigheden. Het vergaat niet onder natuurlijke omstandigheden. Nee. Dit zijn de frietbakjes van Brandon. Kan ik dit hier nou gewoon in de natuur gooien? Iedereen kan het in de natuur gooien, maar als je vraag is of dit dan vanzelf vergaat... Nee. Ja, dat kan niet. Nee, dit ligt hier voor tientallen jaren. Tientallen jaren? Ja. Maar er staat op 100% composteerbaar. Ja, en in de praktijk betekent dat het onder industriële omstandigheden... dus in een afvalverwerkingsinstallatie, in een composteerinstallatie, dat het vergaat. Al deze spullen, die vergaan niet in de natuur? Nee. De suggestie wordt natuurlijk een beetje gewekt van... plastic is niet goed. Ja. Want we zien allemaal beelden van plastic vervuiling over de hele wereld. Ja. En dan is natuurlijk het beeld van als het dan composteerbaar is... dan vergaat het en dan is het plastic weg en dan is het probleem weg. Ja, dat klinkt als een soort ei van Columbus. Ja, maar dat ei gaat niet op. In de natuur vergaat dit dus allemaal niet. Om er compost van te maken, moet het dus naar een composteringsinstallatie worden gebracht. Ik vraag me af waar de bakjes van Brandon terechtkomen om tot compost te worden verwerkt. Tijd voor een belletje met het bedrijf dat zijn gebruikte frietbakjes ophaalt. Jullie halen het afval op bij Brandon, hè? Ik neem aan dat jullie daar wel reuze blij mee zijn. Want daar kan allemaal compost van gemaakt worden. Nee, die komen niet in onze installatie terecht. Die bakjes komen niet in jullie composteerinstallatie terecht? Nee, die worden er gewoon uitgehaald, uit materiaal. Dus er staat op dat ze 100% composteerbaar zijn, maar ze worden uiteindelijk door jullie niet gecomposteerd? Nee, exact. Maar wat doen jullie dan mee? Nou, die gaan met het andere afval mee richting de energiefabriek, hè, de verbrandingsoven. Die gaan de verbrandingsoven in. Maar dat vind ik nogal een schokkende mededeling eigenlijk. Ja, ik kan het niet mooier maken. Dat is toch een teleurstelling voor Brandon. Dure bakjes, maar geen compost. Waarom worden deze bakjes verbrand en niet naar een composteringsinstallatie gebracht? In Nederland zijn er zo'n 20 van dit soort fabrieken die ons groente, fruit en tuinafval tot compost maken. Zo. Ik ben welkom bij de grootste compostverwerker van Nederland. Oh, wauw. Zouden zij het bakje van Brandon wel willen hebben? Nou, dit is vers GFT. Ja, net gelost. Ik heb hier, ik heb hier allerlei dingen die kunnen er wel bij. Nou, ik ben benieuwd. Kijk. Composteerbare bakjes. Hier. Nou, je hebt van alles meegenomen, zie ik. Ja, dat kan gewoon bij het GFT, toch? Nou, eigenlijk hebben wij dit liever niet, deze verpakkingen. Hè? Hoezo niet? Nou, uiteindelijk voegt dit geen milieuvoordeel toe. Ja, maar het is composteerbaar. En dit wordt allemaal gecomposteerd hier. Ja, nou, het is in ieder geval, kijk, wat wij fijn vinden als we dus... verpakkingen krijgen als ze composteerbaar zijn, dat ze ook werkelijk tot meer en betere compost leiden. Ja. En daar dragen deze dingen eigenlijk niet aan bij. Dan heb ik van de snackbarhouder deze. Ja. Die wil gewoon milieuvriendelijk bezig zijn, dus die heeft deze eco-verpakking 100% composteerbaar. Ja. Nou, het is natuurlijk allemaal hele goed bedoelde dingen, zijn het. Ja. Maar ook dit gaat niet echt de compostering helpen. En wij willen gewoon een goede bodemverbeteraar voor boeren maken. Ja. En daar helpt dit niet bij.
Hier zien we dus het residu wat we uiteindelijk allemaal uitzeven uit de compost. En dat is dus ja, heel veel fossiel plastic, hè? Dus plastic gemaakt uit olie. Maar als ik die bakjes hierbij had gegooid, dan kwamen ze hier weer eruit? De meeste wel, denk ik, ja. Ja, dus die worden niet meegenomen in het composteren. Die leiden, nee, de meeste breken niet op tijd af. Ja. En dan, nou, sommigen zullen wel op tijd afbreken, maar heel veel ook niet. Wordt weer residu en wordt verbrand. Verbrand, ja. We vragen alle composteerfabrieken in Nederland of zij het frietbakje willen hebben. Maar helaas, niemand wil het. Ik snap het niet meer. Moeten deze producten nu bij het GFT of bij het restafval? Want op al mijn spullen staat dat ze composteerbaar zijn. En bedrijven adverteren hier ook mee. Ik vraag de overheid om advies. Op dit moment adviseert Milieu Centraal om bioplastics bij het restafval te gooien en niet bij het GFT. Dus je denkt dan, nou, het is composteerbaar. Hè? Dat wordt ook gezegd door allerlei bedrijven. Van, nou ja, dit kan gewoon bij het GFT. U zegt, niet doen. Niet doen. Bioplastics altijd bij het restafval. Ik snap dat geldt natuurlijk voor het gewone bioplastic, maar ik heb ook bioplastic. Daar zit een keurmerk op, een soort blaadje. Dus dat moet natuurlijk dan wel gewoon bij het GFT. Nee. Composteerbare producten zoals wegwerpbestek en schaaltjes, allemaal bij het restafval. Ook als er een logo op zit? Ook als er wat anders op staat. Maar dit logo is wel een officieel Europees keurmerk. Nou staat er op dit bakje staat een heel mooi logo. Kiemplant logo. Ja. Dit keurmerk betekent dat een product composteerbaar is in zo'n fabriek. Waarom gebeurt dit dan niet? Nou, want wij composteren in Nederland zo'n 4 weken. Terwijl het Kiemplant-logo geeft aan dat we eigenlijk pas in 12 weken hoeven te composteren. Ja. Als we nu opeens 12 weken zouden moeten composteren, ja, dan moeten we nog van alles 2 keer zoveel of 3 keer zoveel fabrieken bouwen. Dus dat doen wij niet. Vinden jullie gewoon te duur? Nou, dan wordt het hele GFT-werk van heel Nederland wordt veel duurder. En de rekening komt dan bij de burger terecht. Hoe kan het dat dit keurmerk niet aansluit op de praktijk? Ik bel met de instantie die dit keurmerk afgeeft. Klopt wat u zegt, dat in de praktijk composteerders op een kortere doorlooptermijn werken. Maar composteerbaarheid zullen wij certificeren volgens de Europese norm. Maar die sluit dan dus niet aan bij de praktijk? Wij kunnen enkel certificeren volgens een norm. Dat is dus dan niet zo handig? Daar kan ik moeilijk een uitspraak over doen natuurlijk. Hoe het in de praktijk verloopt. Ja. Wij kunnen enkel certificeren volgens de norm. Is hier reinste ambtenarenwerkelijkheid. Hoe het werkelijk gaat, dat interesseert ze niet, want ze voldoen aan de norm. Maar Robert, we kunnen dus eigenlijk concluderen dat al die producten die ik heb meegenomen, dat jij die niet gaat composteren. Wat vind je dan van dat er op al die producten de claim staat 100% composteerbaar? Ja, het is natuurlijk allemaal goed bedoeld, maar uiteindelijk helpt het milieu niet verder. Is het een beetje een misleidende claim? Ja, ik denk het wel. Is dit een marketingtruc? Tijd om een bezoek te brengen aan de verkoper van de frietbakjes. Heeft hij de snackbarhouder met deze claim misleid? Ik heb een paar keer aangebeld, zowel hier als daar. En ik zag daar ook wel een man lopen, maar die doet gewoon niet open. Ik zie er wel overal staan camerabewaking. Dus misschien hebben ze ons al ergens gezien en denken ze van ja, daar hebben we geen zin in. Ja, laat ik ze toch nog maar 1 keer bellen. Helaas is er meermaals van vorige week al jullie gebeld. En we hadden aangegeven dat wij daar om redenen gewoon niet aan mee willen werken. Om redenen? Ja. Oké, nou ja, het is wel zo dat we hebben dus een... die bakjes zijn eigenlijk een beetje een aanleiding voor de hele uitzending. Dus het leek mij wel zo sympathiek om jullie daar ook de kans om iets over te zeggen te geven. Ja, wij hebben gewoon gekozen om die kans niet aan te nemen. Oké. Ja, we willen daar helaas gewoon niet aan meewerken voor jullie. Gelukkig is er toch nog hoop. Je kunt namelijk ook extra betalen, zodat je composteerbare afval wel duurzaam wordt verwerkt. En dat is wat wij in ons bedrijf doen. Onze koffie gaat in bekertjes van suikerriet met een laagje bioplastic. 100% composteerbaar. Nou, wat wil jij? Doe mij maar lekker een espresso. Zo. Espresso, heel goed. Neem ik ook. Jaarlijks gooien we 250.000 van deze bekertjes weg. Wat gebeurt er dan met die bekertjes? Want jij gaat hier eigenlijk allemaal over, hè? Ik ga erover. Ik zorg dat jullie het hebben in ieder geval. Ja. Als ik dan kijk naar die bekertjes. Ja. En dit is gewoon 100% composteerbaar. 100% composteerbaar. Ja. Wat eerst plastic bekers. Ja.
En, maar goed, dat is een olieproduct, dus daar zijn we van afgestapt. Ja. Dit is van een afvalproduct van suikerriet. Ja. En we hebben gedacht, nou, dat is hartstikke mooi en dat is te composteren. Dus dan hebben we een paar vliegen in één klap en dat gaan we dan gescheiden inzamelen. Ja. Dan komt er iemand langs en die haalt ze apart op. Ja. En dan worden ze apart afgevoerd. Kan ik zien waar dat gebeurt? Dat mag je zien, ja, ja hoor. Hier vetveredeling, glas. Het kan zijn dat ze net langs geweest zijn, hoor. Hier restafval. Eens kijken wat hierin zit. Hier zitten bekertjes in. Ik zie hier dus bekers. Ja, en dat zou niet mogen, want dat mag niet bij het restafval. Nee. Dat zou dit bij het groenafval mogen, dat verbaast mij. Dat hoort dus niet. Nee, dat hoort zeker niet. En als ik hier door die zak heen kijk, dan zie ik daar ook allemaal bekers erin zitten, zie je dat? Hier zo. Dan maak ik hem toch even open. Ja, allemaal bekers. Echt niet de bedoeling. Dat is restafval dit allemaal. Want ik dacht, kijk, hier zou je nog kunnen denken van nou, iemand heeft voor een keer een beker verkeerd gegooid. Maar hier zie je er echt gewoon heel veel in zitten. Ja. Nou ja, dat verbaast mij natuurlijk. Kijk hier, allemaal bovenop elkaar. Zijn dat jouw medewerkers die dit doen? Nee, dat is niet van mij. Daar huur ik mensen voor in. Renewy, die doet dat voor ons. Van het afvalverwerking. Ja, en die hebben een scheidingsspecialist hier rondlopen, zoals ze dat noemen. Oh. En die moet dat scheiden voor ze. En die doet dat natuurlijk niet op eigen initiatief. Die krijgt de opdracht van je moet het zo scheiden, dat denk ik. Ja, maar die scheidingsspecialist die scheidt niet erg. Nou, deels wel, maar deels ook niet. De koffiebekertjes belanden dus bij het restafval. Hoe kan dit? We betalen tenslotte voor het sorteren en duurzaam verwerken. Ik bel onze afvalverwerker Renewy. Jullie halen die afval op en nu begrijp ik, heb ik gezien zelf, dat die bekertjes gewoon bij het restafval belanden. Ja, die constateren die klopt. Het is toch gek? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, want wat gebeurt er dan met die bekers? Nou, op dit moment worden ze met het restafval ingezameld en worden ze verwerkt als restafval. En dat betekent dat ze worden verwerkt in een afvalenergiecentrale en weer omgezet worden in energie. En vaak is dat elektriciteit. Dus kortom, ze worden gewoon verbrand. Ja. Meneer, wij gaan ervan uit dat als wij onze koffiebekertjes apart weggooien, dus los van het restafval, dan gaan wij ervan uit dat u het ook apart inzamelt en vervolgens ook apart verwerkt. Wij gaan er niet van uit dat u dat vervolgens, dat als wij het apart houden, dat u het dan weer bij het restafval gooit. Dat is toch logisch? Nee, ik kan goed begrijpen dat je dat apart vindt. En wat we eigenlijk zien in de praktijk is dat wat aan de voorkant wordt bedacht nog niet altijd op de achterkant aansluit. Nou, en dan zijn dit soort vragen ook hartstikke goed om zo'n proces natuurlijk op gang te brengen. Maar u heeft nooit eerder vanuit uzelf gezegd van nou ja jongens, denk er nou om. U denkt wel dat gecomposteerd wordt, maar wij composteren het helemaal niet. Dat heeft u ook niet verteld. In hoeverre dat wel of niet verteld is, daar ben ik zelf niet bij aanwezig geweest. Dus daar zou ik geen zinnig antwoord op kunnen geven. U heeft gewoon meegewerkt aan het sprookje dat dit allemaal gecomposteerd wordt. Ik denk wel dat er een hoop te winnen is in de juiste informatie. Juist. Nou, daar ben ik nu mee bezig met de juiste informatiewinning. Ja. Maar u heeft de juiste informatie niet gegeven. Sterker nog, er wordt ook gewoon betaald om die dingen gescheiden in te laten nemen. Er wordt voor betaald omdat mensen denken dat het gecomposteerd wordt. En u gooit het doodleuk weer bij elkaar. U spelt mensen iets op de mouw. Nou, zo zou ik dat zeker niet zo zelf willen zeggen. Wat gaat u nou doen in de toekomst aan die bekertjes van ons? Die bekertjes die gaan op korte termijn gewoon apart ingezameld worden. En apart verwerkt? Die gaan de recyclingroute in, zodat we gaan kijken of we daar inderdaad nieuwe materialen voor kunnen maken. Dus nu pas, na onze vragen, gaat Renewy onderzoeken hoe ze onze bekertjes duurzaam kunnen gaan verwerken. Zeg, ik heb terug een mededeling voor je. Deze bekers die worden niet gecomposteerd, ze worden verbrand. Ja, dat vind ik wel heel erg om te horen. Een beetje kloten daarvan, opgelicht eigenlijk een beetje, stiekem. Ja. Dat mensen niet helemaal eerlijk zijn. Ik voel me een beetje voor de gek gehouden, ja. Dat klopt. Het ziet er mooi uit. Ja, brandt goed schijnbaar. Ja. Tijd voor een belletje met de verkoper van de koffiebeker. Wij zeggen alleen dat het gecomposteerd kan worden, dat het 100% composteerbaar is. Maar het is een samenwerking in de hele keten. Ja, maar de bekers die ik dus hier heb van de KRO-NCRV, waarop staat 100% composteerbaar, die is
in het huidige systeem niet 100% composteerbaar? In het huidige systeem niet. Gaat u dan nu de tekst veranderen in theorie 100% composteerbaar, in de praktijk niet? Is dat de tekst die dan op het bekertje komt? Dat zou kunnen. Kijk, wij weten. Nogmaals. Mooie tekst. Dat kan er gewoon bij staan. Waarom halen bedrijven deze claim 100% composteerbaar niet gewoon direct van hun product af? Ik vraag het de voorzitter van de branchevereniging voor bioplastics. Wij als brancheorganisatie hebben helaas niet overal de volle controle over wat voor producten er gemaakt worden. Nee, maar het gaat niet om de producten die gemaakt worden, het gaat om hoe het vermarkt wordt. En kennelijk is het aantrekkelijk om tegen de klant te zeggen het is composteerbaar. Wat ga je dan tegen je leden zeggen? Jongens, haal het eraf. Wij zeggen vaak tegen leden dat ze hun producten niet moeten vermarkten als biologisch afbreekbaar of composteerbaar. Ik ben er geen voorstander van dat bedrijven regenponcho's vermarkten als biologisch afbreekbaar. Maar zou je dan willen dat zinnetje 100% composteerbaar, dat eraf gaat? Dat mag er van mij af. Ik weet dat de term composteerbaar in de oog van veel marketeers goed klinkt. Waar ik veel meer van gecharmeerd ben, is wat hier ook op die beker staat. CO2-neutraal, lage CO2-voetafdruk. Ja, dus aan alle kanten wordt er eigenlijk valse marketing bedreven met dit soort verpakkingen. Aan de ene kant bij de aanschaf van de verpakking en vervolgens bij de verwerking van de verpakking. En niemand zegt er wat over en je betaalt er meer voor. Ik vind het niet juist op hoe dat veel van dit soort producten vermarkt worden. Ja. Als brancheorganisatie vinden we dat niet juist. Zelfs de brancheorganisatie vindt het dus misleiding. Hoe zit het dan met de reclame van de supermarkt? Blijven ze vleesbakjes op deze manier vermarkten? En dat idee wilden we niet weggooien. Wat een bakken. We hebben besluit genomen om ermee te stoppen. En dan moet ik wel heel eerlijk zijn, wat jammer is. Want het is een duurzaam bakje. Ja, het is een duurzaam bakje dat wel de GFT-stroom vervuilt. Dus dat is dan wel weer... Ja. En het uiteindelijk gewoon wordt verbrand. Ja. Het is jammer inderdaad. Hè? Weet je, dat dan uiteindelijk niet past. Dat wisten wij van tevoren ook niet. Maar toen jullie die commercial lieten maken, hadden jullie toen je hoofd er niet helemaal bij? Ja, ik begrijp u. Begrijp uw opmerking. Ja, nou ja, goed, we hebben dit met de beste intenties opgepakt. Maar anders hadden we het ook niet op deze manier in de markt gezet. Ja. Dus daar zijn we ook heel, heel eerlijk in. Maar u weet eigenlijk alles van die verpakkingen, zou ik dan denken. Ja, nou ja, goed. Dat is een beetje naïef dan. De bakjes technisch gezien, ze voldoen aan een bepaalde norm, Europese norm, is het composteerbaar. Alleen de praktijk wijst dus anders uit. En het besluit genomen om op een andere verpakkingslijn over te gaan. Hatsa, dit is de eerste die met deze marketing stopt. Terug naar de koffiebekers. We krijgen een tip dat de Rijksoverheid ook dit soort koffiebekers gebruikt en er ook voor betaalt om het apart in te zamelen. In totaal gaat het om 85 miljoen van dit soort bekertjes per jaar. Worden deze bekertjes dan wel compost? We vragen het aan het Rijk. De Rijksoverheid heeft sinds 2019 een contract met Renewi. Zij verwerken onze koffiebekertjes niet tot compost, maar tot toiletpapier bij een papierfabriek. Dit klinkt toch ook als een prima oplossing voor onze koffiebekers? Nou, we hebben natuurlijk even gebeld met die papierfabriek en wat blijkt, ze doen helemaal niks met die 85 miljoen bekertjes van de Rijksoverheid. Maar wat gebeurt er dan wel mee? We bellen opnieuw met Renewi, de afvalverwerker. Dorian is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter. Ja, op dit moment in gesprek. Volgens mij heeft hij hem weggeklikt. Maar we blijven proberen om erachter te komen wat gebeurt er met die 85 miljoen bekers van de Rijksoverheid. En vlak voor de uitzending ontvangen we eindelijk antwoord. De 85 miljoen koffiebekers zijn verbrand. Ze waren te vies om te verwerken. Ook deze miljoenen bekertjes zijn dus verbrand. Terwijl er betaald is om er wc-papier van te maken. De Rijksoverheid is zeer teleurgesteld. We willen niet reageren omdat het voor ons nog zo vers is. We moeten nu eerst uitzoeken hoe het precies zit en hoe we nu verder gaan. Hey Brandon. Hey Teun. Nou, ik heb onderzoek voor je gedaan. Ja. En ik heb niet zo goed nieuws. Je hebt niet zo goed nieuws? Nee, want deze bakjes, er staat wel op dat het 100% composteerbaar is. Maar ze worden gewoon verbrand met het restafval. Ze worden niet gecomposteerd. Helemaal niet. Nee. Wat vind je ervan? Marketing truc. Marketing truc van deze... Ja.
Want ik betaal er wel voor. En, flink meer? Flink meer. En het is het niet waard, blijkbaar. Voel je een beetje... Ja, belazerd wel. Ja. Toch? Vind ik wel. Nou, ik heb wel iets anders voor je. Een ander alternatief. En dat is de ouderwetse puntzak van papier. De ouderwetse puntzak van papier? Ja. Dat is de beste oplossing. Dat is het beste wat er op dit moment is. En mijn frikandellen dan? Ook hierin. Sorry, ik heb even niet aan je frikandellen gedacht. Maar voor de patat hebben we al. Voor de patat zit er wel. Ja. We gaan door met ons onderzoek naar het recyclen van plastic. Weet u hier meer over? Mail dan naar demonitor.nl. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.